Hier aan ons doen staan. Gaat jij er hier ook nog heen staan, Erik? Hier op de tafel tilting? Ja. Oh. Ja, ben je die jouw kwijt? Mijn was niet zo. Nou, die jouw is hier net leeg en dan ga ik hier weer aan de mijne voor. Oh, nee. En bij zo'n nostalgische deutje, ik hoor natuurlijk ook wel mooi, corona 15 van de tocht hier dan. Ja? Je praat over stijl, hoor ik eigenlijk hier. De jongens zijn nog op zoek naar de koppel onderin in de laatste meters, maar dat is zo mooi, dat is zo mooi. Ja? Dat gezond zo lekker kan ruiken, hè? Heerlijk, dat is mooi. Zo, zo, dat is mooi. Een beetje weer straks. Dus daarmee... En als je die probeert, dan weet je het nu, hè? Zo je zit er net even in. Maar ik heb hier een stukje lucht inlaat van zo'n vrachtwagen. Dat is dan van een sporttruck. Dit is eigenlijk een veiligheidssysteem. Echo heeft dat straks laten zien. Als we aan die noodstop trekken, dan klapt hier deze binnenkant voor dat gat. En die zorgt er dan voor dat die vrachtwagen geen lucht meer krijgt en daardoor stopt hij met draaien. Nou is dit gat, de buitenkant, hier zo al die trucks gelijk. Dat doen we eigenlijk een restrictor. En er wordt telkens iedere wedstrijd, of iedere paar wedstrijden, wordt er gemeten of die restrictor nog wel klopt. En dan hebben wij hier zo'n ander dingetje voor. Deze bus die komt precies in die restrictor. Passen, maar die moet ook geen ruimte over hebben. Deze restrictor die wordt niet ingeleverd, want die is 0,1 mm te groot. Dus zo nauw komt dat allemaal. Nu hebben we hier even een partij fans langs de kant. Voor deze... Van 17 jaar en 3 weken oud. Lekker met Bob's lollytrap. 105 in de 50. Ja, dat gaat het finale worden. Schitterend! Het finale tussen de Scania Rocky Horse Junior en tussen deze geneugde. Die gewoon naar een verste afstand gaat. Alhoewel het verschil maar 30 centimeter is. En daarmee weten wij dat een keurige derde plaats is weggelegd voor White Horse. En dan gaan wij finale rijden van 2. Finale dus nog tussen die Scania en die DAF, wat hier die kleine kinderke Janneke, die juist aan de vierde sleep heeft. Terwijl aan de overkant, ja, mooi hoor. Ja. 6,33, prachtige balans. En als de chauffeur wat kan verzitten, dan kan hij de balans beïnvloeden bij zo'n trekker. Hoe kun je een oploop kappen? Interesse nog afgaan in de fokklichten. Ja, maar wel heel mooi. Dit doet me denken aan die Amerikaanse wedstrijden met de zonmaaiers. Die eigenlijk nog kleiner zijn als de zonmaaiers, maar die chauffeur echt. Vind ik koppie op de motorkap te hangen en dan weer achteruit om die balans in de machines te houden. En ze echt, dit is pure sport. Een klein beetje die remmen links, rechts. Oh, je hebt geen muziek in. Dan blijkt het verzet nog behoorlijk hoog gegrepen in deze Scania. Gaat daar dan Janneke de Heus met 17 jaar en 3 weken hier een wedstrijd op de naam zetten. Thank you.
het kan waarmaken. Zwart-wit geblokt, staat gestoken. Daar halverwege de Erik, 90 meter. Ja, het is allemaal een beetje een hoppige start. Het is heel anders. Je hebt geprobeerd. De stokende van hier laten lukken. Oké. Mensen die aan deze kant van de zaak gewoon blokken. De stokkel is in ieder geval vast een voorschotje bij. Hè? Ja. Ja, dat is. Aan de zijkant dan ook gebeuren voor de 4,5 ton superstop. Terwijl het, dat is wel zo, de standaardklasse, des te lichter van standaardklasse, des te duidelijker te zien waar het ook om gaat in een superstop, triestklasse, stapklasse, triest. Waarbij het allemaal hard en standaard rood is, maar die factoren die je daar ziet, dat die standaardklasse, dat gewichtje vooraan, die balans, die voorwielen los. Alles op de trekkende wielen, klaar klik. Dat zijn facetten die in jouw klassen en ook nog steeds meespelen. Hoe ze elkaar zetten, die worden dan zo mooi duidelijk in ieder geval in dit soort klassen. Die is hier nog precies. De prijs uitreikt is dat al datgene wat we tot op dag gereden hebben, heeft voordat wij met de Light Modified Softroom vliegtuigmotoren gaan rijden. En gaan wij eerst aan deze kant, maar eens even beginnen aan de 4,5 ton Supersport. Daarna dus die prijsuitreikingen van datgene wat er tot op dan gereden heeft, die we nog niet uitgereikt hadden. Dat is dan voor deze baan enkel de Sportklasse-trucs en de Supersport-trucs. Is dat veel meer dan 4,5 ton? De 7 ton, de 5,5 ton, de 3,4 Supersport. Ja, en dan de 4,5 ton.
Ja, ze zitten erin geweest en dit moment, ja, deze keer met 3,5 ton. Ja. En dan straks de 11 ton. Aan deze kant is het de rode vlag, terwijl de groene loopt op de sluitwagen gebruikt. We hebben dus een beginner en een eindvlagger. Aan het eind hebben we wel groen, maar de beginvlagger die het contact heeft met de sluitwagenverwarring, is het degene die zojuist aangaf. Waar die de sluitwagen wilde hebben, is het M van Eiken, die aan de helm op de rood zit. De combinatie. Toenbal, oftewel van die hele grote Dat moet duidelijk zijn. Nu is maar op dit moment eventjes niet bekend. Of dat wij, wanneer wij bijvoorbeeld de Soederstok nog een keer terug gaan zien van Ronkels. Maar dat zal dan misschien voor de Leid worden feit zijn. Als daarna heel veel andere opties hebben natuurlijk niet, ook niet meer. De Bob, de Kees en Steyer tractoren die het allemaal zo goed gedaan hebben. Waarbij de naam Van IJzer uit Bosel natuurlijk zeker genoemd niet te worden. Maar ook op al die tractoren aanwezig. Dat betekent dat die hier toch wel een bizarre bespuitend werk hebben in de vierdaag van Supersport. Gaat er toch nog wel eventjes bij een ander gebeuren? Het wordt duidelijk gezien toen hij deze 1064 reed dat hij eindelijk de snelheid in kreeg. En ja, er is echt wat op de manier van rennen. Dus ik hoop dat ze dat er al van over zijn. Ik zie hier rustig heel veel klaarstaan met die kracht. Maar we hebben natuurlijk hele tijd aan jouw kant. Twee dikke passen gedaan. Hier loopt tot Supersport waarin wij twee keer groen geven voor de tweede proeftrek in deze klasse. Waar de combinatie wel pijnend is. Waar het waarschijnlijk Arie is die op de bocht zit. Niet. Die zit er allemaal op de bocht, jongens. Gaan wij kijken, de combinatie wel veilig, waar het vlammetje, kijk eens, vlammetjes boven die uitlaat, waar kantoren tot werken gedwongen worden. We gaan even moeten wennen aan de feit dat er wat temperatuur in komt. Laat je zo aan opstoken van 9 liter water in houden. Het moet er een vergund, langzaam rechter eindje gebeuren. Ja, daar komt ie, wij stoeperen voorbij, wel veilig. Net iets aan het doen dat weg. Ja, André de Roos die gaat hier ruim over de leidersvlag heen. Dus kijk hoe lang hij dit vol kan houden. Zo'n balans, zo'n mooie banden. En hij heeft zo'n spanning gereden dat hij een resultaat opleveren.